Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 16 juni. Vandaag in het journaal. Eerste drive-thru vaccinatiepost morgen van start. Stoffie van Nax Kasekoloko gevaccineerd. 98-jarige oma Tien neemt haar tweede prik. Doven gaan massaal vaccineren. Morgen, donderdag 17 juni, gaat de eerste drive-thru vaccinatiepost in Suriname van start. Gisteren werd het op het terrein van Sanabudaya, alwaar de drive-thru zal plaatsvinden, een generale gehouden. Het initiatief komt van Circle Group of Companies. Dus komen. Ja. Dan gaan we ze liever daar laten uitstappen, no? Ze zijn sneller geholpen. Oké, van welke kant komen die auto's binnen? Van daar. Ja. Oké, en dan komen ze naar hier, waar wordt het? Intake houdt in dus dat we de personal questions die we vragen aan de persoon, health questions die we vragen en die waarbij je goedgekeurd kan worden om dus het vaccin te nemen. En ook de online registratie en zo. Ja, dat kan. Je loopt gewoon langs de auto's en dan. We gaan bij Sanabudaya hebben we als Circle Group geïnitieerd om een vaccinatielocatie op te zetten. Het is eigenlijk ontstaan omdat we in het begin zeiden van wat kunnen we doen om een bijdrage te leveren om COVID aan te vechten. We hebben toen gezegd, nou, geld geven is natuurlijk een optie, maar wat kunnen we doen met de eigen identiteit? Zo zijn we op het idee gekomen op een gegeven moment om te zeggen waar kunnen we een locatie vinden die geschikt is om te vaccineren. Want wij weten nu allemaal, het is erg dat je COVID krijgt en het is moeilijk genoeg als je eenmaal besmet bent. Maar belangrijk is dat je moet voorkomen dat je besmet wordt of dat je als je besmet bent, dat je ervoor zorgt dat je niet zo ziek wordt. Nou, dat is vaccineren is dus dan de oplossing. Vanwege het feit dat Nederland vaccins ter beschikking heeft gesteld, zijn er dus een aantal vaccins beschikbaar. En hebben wij gezegd, hoe kunnen wij helpen om het aantal vaccinaties te bevorderen? Daar hebben we gesproken met Sanabudaya. Nou, die waren direct akkoord, zeiden van, we stellen de locatie ter beschikking, kosteloos. We hebben de trein laten opkalevateren, gemaaid. We hebben het looppad hebben we gefatsoeneerd. En zo in ieder geval ervoor gezorgd dat het een hele mooie locatie is waarbij er goed geparkeerd kan worden. Het is bekend bij de gemeenschap dat er waar Sanabudaya is en dat er hier gevaccineerd wordt. Dat willen we gaan promoten om ervoor te zorgen dat we zo een bijdrage leveren. De bedoeling en het idee van het drive-thru komt van KFC Drive-thru. Mensen die slecht ter been zijn worden dan in de gelegenheid gesteld zich door middel van de drive-thru te laten vaccineren. Drive-thru is ons natuurlijk heel bekend vanuit KFC, maar we hebben gezegd van is het niet leuk om de mensen, in eerste instantie de mensen die minder mobiel zijn, om die te faciliteren zonder dat ze de auto uit hoeven te gaan. En dat is natuurlijk de drive-thru is bij uitermate een geschikte mogelijkheid om ervoor te zorgen dat je gemakkelijk gevaccineerd kan worden. De bestuurder die mag niet gevaccineerd worden van de auto, dat is erg belangrijk om te weten, maar de inzittende wel. De intake zal zijn vanuit de Michelangelo-straat, vanuit de achterpoort van Sanabudaya kom je binnen, er wordt een intake genomen, dat wil zeggen je wordt gevraagd naar verschillende vragen over je gezondheid en dergelijke. En dan rij je naar binnen, als je binnen bent word je gevaccineerd. En dan na het prikje blijf je in de auto, je reed op, je blijft in de auto zitten. Een kwartiertje tot 20 minuten word je gemonitord. En als alles oké is, mag je doorrijden. Dus het is easy. Evenals velen vindt ook de heer Hindori het zeer belangrijk dat men zich laat vaccineren. We weten dat niet ieder zich zal of wil laten vaccineren. Maar met de drive-thru probeert Silke Group of Companies
zoveel mogelijk mensen te vaccineren. De target is gesteld op 300.000 mensen die gevaccineerd zullen worden op hun eerste zowel tweede prik. Voor directeur Hindori is het belangrijk dat zo snel als mogelijk men zich laat vaccineren, zodat de druk die er momenteel rust op het zorgpersoneel minder wordt. Zeer belangrijk. Wij weten dat niet iedereen zich zal willen of laten vaccineren. Maar van de ruim 400.000 mensen die geregistreerd staan of zich zouden moeten vaccineren, hopen we dat we zoveel mogelijk kunnen vaccineren. Wij targeten dat er rond de 300.000 gevaccineerd zullen worden. As of today zullen er ongeveer 147.000 mensen zijn gevaccineerd met eerste en tweede vaccin. Wij ons streven is dat we in ieder geval ervoor zorgen dat 300.000 mensen allebei vaccins hebben gekregen. En dan kunnen we zeggen dat er wat rust komt. COVID zal er nog wel zijn. Maar in ieder geval zal het niet zo dramatisch zijn dat de ziekenzorg het niet aan kan. Want dat is het grote probleem. Dat de ziekenzorg het niet aan kan. Vandaar die code zwart bij de ziekenhuizen. En daar moeten we zorgen dat dat terugloopt. Dat de mensen nauwelijks meer in het ziekenhuis terechtkomen. Omdat ze beschermd zijn. En dat we gewoon kunnen overgaan naar de normale behandeling van patiënten. Die ook hulpbehoevend zijn. Maar die er nu niet aan toekomen. Omdat de ziekenhuizen zo vol zijn. Dus het is belangrijk voor COVID. Om COVID tegen te gaan. Maar het is ook gewoon belangrijk voor iedereen. Die nog ziek zou worden en die opgenomen moet worden. En die mogelijkheden zijn nu zeer beperkt, omdat de ziekenhuizen zo overvol zijn. Dus zeer belangrijk voor iedereen, voor heel Suriname. En belangrijker nog is, als zoveel mensen gevaccineerd zijn, betekent het dat we weer terug kunnen gaan naar de normale gang van zaken. Dat we met z'n allen kunnen zeggen, we gaan weer op stap, we gaan weer naar een restaurant, we gaan weer naar een pretpark. Om een lekker gezellig te zwemmen in het binnenland. Dus vandaar dat wij ervoor willen zorgen, die bijdrage leveren. Om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk mensen krijgt die gevaccineerd zijn. Als coördinator van de vaccinatiecampagne moest dokter Naomi Chang ook een kijkje nemen hoe de organisatie verloopt. Ze juicht het initiatief van de Circle Group of Companies toe en doet een beroep op het bedrijfsleven dat indien er bedrijven zijn die een locatie ter beschikking hebben waar ook een vaccinatiesite ingericht kan worden, er contact gemaakt wordt met het BOG of met het ministerie van Volksgezondheid. We willen iedereen, de bedrijven die hun personeel wil vaccineren, moeten contact met ons opnemen. Dan kunnen we afspraken maken hoe we het bedrijf kunnen vaccineren. En als ze ook plekken hebben die ze beschikbaar willen stellen om een vaccinatiesite in te richten, dan kunnen we dat ook doen ter plekke. We hebben ook meer mobiele units die we gaan oprichten, zodat er meer mensen in het land gevaccineerd kunnen worden. De mobiele units gaan dan naar de plekken waar de mensen eigenlijk moeilijk bereikbaar zijn. Dan worden de mensen op hun locatie gevaccineerd. De drive-thru vaccinatie start morgen donderdag 17 juni en duurt tot donderdag 18 juli. Steeds weer tussen 10 en 6 uur. Mensen, rij er naartoe en laat je vaccineren. Het AstraZeneca dat wij onlangs hebben gehad uit Nederland moet zo snel als mogelijk toegediend worden. Zo alleen kunnen we gauw uit de pandemie komen. Dat zegt dokter Naomi Chang. Maar ook omdat heel binnenkort het Chinese vaccin Sinopharm zal worden ingezet. We zijn nu bezig om zoveel mogelijk eerste prikken en ook tweede prikken van het AstraZeneca vaccin. Want hoe meer je de mensen prikt, hoe sneller je de pandemie onder controle krijgt. Want dan zijn de mensen beschermd. Dus we willen het AstraZeneca vaccin, wat we de 90.000 die we afgelopen woensdag hebben gehad, willen we zo snel mogelijk toedienen. En we verwachten een dosis van het Sinopharm, het Chinees vaccin, verwachten we in de periode van 18 tot 28 juni. Daarmee zijn we ook bezig om de protocollen en richtlijnen aan te passen om dat vaccin dan toe te dienen. We zijn bezig met de Chinezen, want de Chinese gemeenschap wacht op het Chinees vaccin. Dus we hebben de Chinezen ook al in kaart gebracht. En we hebben ook al plekken gereed gebracht om die tot een Sinopharm eigenlijk site in te richten, zodat je dan niet in de war komt met AstraZeneca. Dus we gaan speciale plekken inrichten die dan alleen het Sinopharm, het Chinees vaccin, gaan toedienen. Vandaag werd op de vaccinatiepost van het PCS de 98-jarige seniorenburger Oma Vient Kranenburg gevaccineerd. Zij kreeg haar tweede prik toegediend. Ze zegt in gesprek met het COVID-19-journaal heel erg blij te zijn dat ze gevaccineerd is en vindt het ook belangrijk
want zo voelt zij zich beschermd. Aan de mensen die alleen fake berichten verspreiden, zegt oma Fiënt dat ze er geen woorden voor heeft. Oma Fiënt Kranenburg werd begeleid door haar kleindochter Danielle Kranenburg. Is voor het, wat er nu is tegenwoordig. En we bidden dat het niet zo erg moet worden meer. Ik ben altijd geweest met deze dingen. Want ik werkte op een BOK. En al deze dingen heb ik gedaan. Dus daarom weet ik dat het gaat gaan met Gods wil. Iedereen moet gevaccineerd worden. Ze moeten niet bang zijn. Want je hebt andere mensen die bang zijn, ze willen het niet hebben. Maar ik neem het wel. Ik zeg aan die mensen thuis dat ze het kunnen nemen. Het gaat goed. Het heeft mij niks gedaan met Gods wil. De eerste heb ik genomen. Het heeft me niks gedaan. Ik had geen pijn, geen koorts. Ze heeft me het zelfs gevraagd, want ik verplicht niemand. Dus ik hoorde dat ze het wilde doen. Ik heb haar gebeld. Ik heb haar gezegd, ik ga haar dan brengen. Zo is het toegegaan. Het is een begin. Ik luister niet naar mensen. Als je te veel naar mensen luistert, je blijft maar luisteren. En stel dat jij die COVID krijgt. Wat gaat er dan gebeuren? Ik bedoel, van ga die prik gewoon halen. Dan bescherm je jezelf. Ook vandaag werd de bekende zanger Stoffie van de muziekformatie Naska Sikoloko gevaccineerd in het Diakonese ziekenhuis. Stoffie doet ook een oproep naar collega-artiesten om zich te laten vaccineren. Zo alleen kunnen we naar het normaal en weer muziek maken. Hij neemt zijn vaccin nu en ik hoop dat dit een voorbeeld is voor alle andere artiesten. Meneer Stoffie, u mag zoiets zeggen hier doen. Alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb bijna niks gevoeld, man. Goed zo. En wat hebt u te zeggen tegen uw collega-artiesten? Nou, Arabian Pokubra Rafui, jullie zien het. Als we terug willen naar het normale, kom dit doen, dan zijn we veilig voor onszelf en voor anderen. En dan kunnen we snel weer muziek maken. Dat kan plek op koko. Met baron op kort te kijken, koko klara fijn, dat kan nu weer iets dan ook zo. Lobby. Onder begeleiding van de dove tolk mevrouw Etnel werden de afgelopen week een tal van dove burgers gevaccineerd op de vaccinatielocatie van het BOG. We nemen u mee naar dat moment. Ze heeft nu op dit moment kiespijn. Ze vraagt of dat een probleem is, ook omdat ze daarvan een beetje hoofdpijn heeft. Maar ik wil ook zeggen dat ze gisteravond bijvoorbeeld het filmpje van Wanita heeft gezien. En ze heeft me direct gecontact van Rosita. Moet ik vandaag echt nog het prikje komen halen? Kijk wat er gebeurt. Ga ik ook doodgaan? Ja. Ik ben bang. Ik heb er terug geappt. Je mag de app zien. Van, jij mag zelf bepalen of je het gaat nemen. Als je bang bent, dan moet je dat zelf bepalen, heb ik haar gezegd. Ik zag haar vanmorgen hier. Ik zeg, als je bang bent, als je niet durft, moet je het niet doen. Ze zegt nee. Maar ik ben een beetje zenuwachtig, omdat ik het filmpje gezien heb. Dus ik wil het aan u zeggen, zodat u weet. Ze mag wel rust zijn hoor. Ieder is het anders. Het vaccin werkt op ieder anders. Dus ze mag wel rust zijn. Ik begrijp het, oké. Okay. Ik zal het, ja. Prima. Okay.
Nee, nee, het was echt geen plicht. Ik wilde het zelf doen. Ik heb zelf bepaald om te komen om te vaccineren. Hier bij BOG. Ik voel me goed. Ja, ik heb het zelf gedaan. Ik heb zelf het initiatief genomen. Ik heb gezien zoveel mensen gaan dood. Ik werd toen een beetje bang. Dus ik dacht van nee, ik kom om gevaccineerd te worden. En ik wil andere vrienden eigenlijk poweren. Van, om ook te komen. Kijk hoe sterk ik ben gekomen. Dus iedereen sterk zijn. Als ik ziek ben en personen die komen bij mij. En ja, dus eigenlijk aan het werk is het ook moeilijk. Want ja, je kan zo gemakkelijk die COVID krijgen. Legt hij eigenlijk uit. Waarom ben ik gevaccineerd? Ik vind het eigenlijk belangrijk om gevaccineerd te worden. Want ik zie van binnen eigenlijk niet. Dus als ik die vaccinatie gehad heb, dan denk ik dat dat het beste is. Ik moet 2 september terug voor de tweede. Dus de eerste. Ik voel me goed, ik voel me sterk. Prima. Ik ben heel blij. Het is heel goed. Vanwege de COVID-problemen, ik voel me daarmee niet lekker. Dus ik denk maar, ga maar vaccineren. Dus dat heb ik dan gedaan. Het is heel erg op Facebook wat gaat over COVID. Ik zeg, ik ben op internet gegaan en ik heb naar BOG gezocht en ik heb het en het is overal eigenlijk druk. Dus ze ziet dat de vaccinatie, dat er steeds meer mensen gaan vaccineren. Dus ze denkt van nee, dan moet ik dat ook doen. Het is heel moeilijk, zegt ze, de situatie. Ja. Ik wil aan anderen erover zeggen om te komen, om zich te gaan vaccineren. Ja, ik zal dat ook eigenlijk doen om ze te mobiliseren om te komen. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. We sluiten dit journaal af met een voorlichtingsfilmpje dat we kregen van het Diakonesse Ziekenhuis. Ik wens u een fijne, maar bovenal een veilige dag toe en ik vraag u om goed op uzelf te letten, maar ook op uw medemens. Tot morgen. Welkom bij een voorlichtingsfilm vanuit het infectiepreventieteam van het Diakonessenhuis. We gaan het hebben over het coronavaccin. Allereerst moeten we het dan hebben over het coronavirus. Het virus bestaat uit een schil met spikes en in het midden het virus. Door de spikes die het virus zelfs maakt, kan het zich hechten in ons lichaam en ons ziek maken. Het vaccin gaat ons beschermen. Door ons afweersysteem onze soldaatjes te laten vechten tegen de spikes, kan het virus in ons lichaam niet meer ziek maken. Het vaccin zal ons afweersysteem onze soldaatjes wakker maken en zorgen dat ze in de aanval gaan. Dus ze gaan vechten. Zoals altijd zal ons afweersysteem eerst de domme soldaatjes sturen. Dit zijn soldaatjes die snel kunnen reageren tegen allerlei verschillende ziektes vechten. Hoewel ze goed kunnen vechten, zijn ze niet getraind om het coronavirus aan te vallen. Dus af en toe zullen ze winnen en af en toe verliezen. Degenen die winnen, nemen het virus mee naar de kazerne. En daar worden de slimme soldaatjes getraind om het coronavirus met meer effect te bestrijden. Het AstraZeneca-vaccin bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus met daaraan het stukje van het coronavirus wat verantwoordelijk is voor het maken van de spikes. De domme soldaatjes kunnen het onschuldige virus makkelijk overwinnen. Het verkoudheidsvirus wordt naar de kazerne gesleept en al daar worden de slimme soldaatjes gemaakt die de spikes van het coronavirus kunnen aanvallen. Door de tweede vaccinatie wordt het aantal slimme soldaatjes vergroot. Als je later alsnog het coronavirus tegenkomt, staan de slimme soldaatjes klaar en word je er minder ziek van en hierdoor is er minder kans dat je het doorgeeft. De keuze is aan jou om je te laten vaccineren. Wij hebben het al gedaan en we hopen dat jij je ook laat vaccineren.